Voor landbouwcoöperatie De Wassende Maan was 2020 een absoluut boerenjaar. Dat merkten ze niet alleen aan de verkoop in de winkel, maar ook aan de stijgende vraag naar groentepakketten. De tendens was er al en corona heeft dat enorm versterkt inderdaad, die vraag. En wij merken ook sinds corona, wij hadden daarvoor een dikke 2000 klantenkaarten, nu zitten we bijna aan 3000 klantenkaarten. En wat plezant is, we krijgen ook steeds meer de vraag van bijvoorbeeld naar verpakkingsvrij. En we gaan in de nieuwe winkel een hele afdeling eigenlijk verpakkingsvrije voedingsproducten hebben. Het is niet toevallig dat er in de winter wordt verbouwd. De biowinkel krijgt binnenkort een nieuwe hypermoderne koelcel. In afwachting daarvan worden de groenten hier op natuurlijke wijze gekoeld in een openstaande container. We investeren nu in hypermoderne ecologische koelinfrastructuur. Een grote inloopkoelcel opnieuw voor alle groenten en fruit, maar ook aparte frigo's voor de kazen. Maar alles op basis van CO2 als koelvloeistof. En dat is de meest ecologische koelinfrastructuur die je op dit moment kan verwerven. Tegen de zomer zal deze biowinkel dus klaar zijn voor de toekomst. En ook aan landbouwgrond heeft de coöperatieve geen gebrek. Maar medewerkers vinden die op het veld willen werken, dat is een ander verhaal. Het is idyllisch die sneeuw, maar straks moeten ze wel spruiten gaan oogsten. En dat is veel minder idyllisch. Dat kan je niet met handschoenen doen, dat is met de blote hand, 4, 5, 6 uur lang. Mensen onderschatten soms wel hoe keihard werken het is om die kraakverse groenten elke dag in onze winkel te krijgen.